leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik dacht, ik ga gewoon weer een keertje vloggen. Dat is alweer veel te lang geleden dat ik dat voor het laatst heb gedaan. Ik hoop dat je trouwens niet te veel last hebt van de reflectie in mijn spiegel. Nee, hoe heet dat? Dat is helemaal geen spiegel. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van de spiegeling. De spiegeling van mijn bril. Dat mijn bril zo dingest. Je snapt me wel. Ik dacht, het is vandaag een mooie dag om mijn vlogcamera weer mee te nemen. Het is vandaag maandag. Het is inmiddels middag, begin van de middag. En ik heb vanochtend een yogalesje gedaan. En daarna ben ik boodschappen gaan doen. En het was zo mooi weer. En eigenlijk moet ik heel veel schrijfwerk doen deze week. Eigenlijk. Maar het is ook mooi weer. En toen appte Jeroen net van... Hey, ik wil stokbeelden gaan maken in de dierentuin. Die hier ongeveer 20 minuten fietsen vandaan zit. Zullen we naar de dierentuin? Toen dacht ik... Ja, dus we gaan nu naar Aqua Zoo toe, zo heet dat. En ja, gewoon lekker even wandelen, want het is zo mooi weer. Moet ik zeggen dat ik best wel behoefte heb om naar buiten te gaan. De afgelopen anderhalve week was het zo mistig en grijs en heel veel motregen en zo. En ik merkte ook echt dat mijn energie heel laag was, dat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zat. Ik was ook ziek afgelopen weekend, dus dat hielp ook niet echt mee. En nu heb ik gewoon eindelijk weer een beetje energie. Yoga was fijn vanochtend en ja, ik weet niet, de zon schijnt. Ik merk echt dat ik dan meteen wat actiever word. Ik zie trouwens best wel vaak dat mensen hun boodschappen laten zien in de vlog. En ik ben dus echt net weer terug van boodschappen doen. Ik dacht, nou, misschien kan ik het ook even laten zien. Ik ben bij de Aldi geweest en ik heb onder andere een zak appels gekocht. Geitenkaas, want dat vind ik lekker door een salade, maar ook lekker om te paneren en dan even te bakken. Om bijvoorbeeld bij een stampot of zoiets te eten. We hebben bananen, een kaneelsmikkel heet dit geloof ik. Volgens mij een soort kaneelbroodje. Ik denk dat ik die mee ga nemen en dat ik die dan met Jeroen kan delen zo meteen in de dierentuin. Dan hebben we hier nog tapenade, lekker op een toastje. En Jeroen vindt het ook lekker om op brood te eten en dan eventueel met wat sla eroverheen. Mini Turkse broden. Lekker bij een soepje. En over soep gesproken, ik heb limoenen en zoete aardappel meegenomen. Want ik ken een recept met onder andere limoen en zoete aardappel. En dat is echt heel erg lekker om daar soep van te maken. Met kokosmelk, maar dat had ik nog wel. Dan hebben we ook tomaten meegenomen. Een mega stuk kaas, want Jeroen en ik eten allebei best wel veel kaas op brood. Een pak melk voor als Jeroen cappuccino maakt. Die gaat dan zelf... Gebruikt hij een melkopschuimer en dan klopt hij de melk zeg maar zelf op. Heel erg lekker. Kokosmacronen, want koekjes heb je gewoon nodig in je leven. Zoete aardappel dus en een potje kauwgom. Want voor de rest hadden we nogal wat knoflook. We hebben nog een hele zak met paprika's hier. We hebben nog uien over en nog wat avocado's. Dus we redden ons wel. En in de vriezer hebben we nog brood. Anyway, ik ga de boodschap even opruimen. En dan denk ik dat Jeroen dan ook wel thuis is. En dan gaan we dus naar Aqua Zoo. Oh, en dit is trouwens mijn fantastische boodschappentas. Ik word hier altijd zo vrolijk van. Deze heb ik ooit gekocht bij de Sustraining Renen. Maar dat is echt al een paar jaar geleden. Dus ik denk niet dat ze die nog hebben. Maar deze ging mee op de fiets. Yay, Jeroen is er. Dus we kunnen gaan. Hoi, 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 hoi. Film je ook net weer als je aan het eten bent. We zijn er! Kijk wie we daar hebben! Penguins! Hallo jongens, goedemiddag. Het is volgens mij nog geen 10 graden, maar het is zo lekker buiten. Het is ook niet, er is niet heel veel wind. Wel een zonnetje zoals je ziet. Heerlijk. Hou je spullen goed bij je. Hoor je dat niet een goede grap? Wat? Dat je je spullen goed bij je moet houden, want penguins kunnen pikken. Oeh, dit vind ik best wel eng. Hier hebben we zeehonden. Hallo. Hallo allemaal. Deze jongens, dus het is nu wat te koud buiten, dus ze zitten binnen. Ik vind het toch altijd wel een soort lastig dingetje, want veel mensen die zijn ook tegen dierentuinen of doen daar een beetje ingewikkeld over. En ik snap de gedachte ergens wel, maar aan de andere kant vind ik het ook zo tof dat ik er zo op deze manier dingen over kan leren, dat kinderen er op deze manier dingen over kunnen leren. Wel een beetje awareness creëren voor wat voor dieren dat wij al deze dieren leven ook op onze planeet. Ja. En doordat je ze zo kunt bekijken, vind ik, krijg je er heel veel respect voor. En ja. Het blijft een beetje dubbel. Ik begrijp het heel goed. Ja, ja, maar ik vind het ook heel tof dat er wel dierentuinen zijn. En dat je dus, nou ja, wat ik al zei, dat je zo toch echt kan bekijken van, oh,
deze prachtige wezens leven ook bij ons op de planeet. Het is niet alleen maar mensen. Normaal niet. Nee. Dus, ja, dat wou ik even delen. En we zijn weer thuis. En ik heb meteen mijn chillo onesie aangedaan. En gelukkig hadden we nog pasta over. Dus dat hoefde alleen nog maar op te warmen. Jij wilde stiekem langs sneaken. Ik had niemand zitten. Iedereen zag het. Ja. We hadden nog pasta, dus dat hebben we nu opgewarmd. En dan kunnen we gewoon testjes pasta eten. Ja, we hoeven niet meer moeilijk te koken. Maar dan is het gewoon binnen 5 minuten klaar. Goed, dus nu is het al klaar. Is gewoon klaar. En nu heb ik op schep duty. Pasta op schep duty. En we hadden ook nog een restje guacamole. Wij maken altijd zo guacamole. Ik vind dat zo lekker. Oké, ik snap dat het op camera nu niet lekker uitziet. Maar het is wel heel lekker. Het liefst eet ik het met nacho chips of met wraps. Maar dat hebben we allebei niet. Dus ik denk dat we een beetje met krakertjes gaan dippen ofzo. Want we hebben dus wel pasta. Tomatensaus met allemaal groenten erin. Ik weet niet of dit helemaal genoeg is voor ons allebei. Weet je, anders heb ik ook nog kokosmacronen gekocht. Dus dat komt. Wat vinden jullie trouwens van mijn super chille onesie? Deze is zo lekker zacht. En dat is wel een leuk verhaal. Deze heb ik afgelopen zomer op de warmste dag, dat het echt 32 graden was, gekocht bij de Kruidvat. Want ik zag hem daar liggen voor 5 euro in de salebak. Toen dacht ik, ja, hallo, dat kan je niet laten liggen. Het wordt toch best wel een keer weer koud in Nederland. Nou, en dat werd het ook. Dus ik ben heel blij dat ik hem heb. Maar ik voelde me wel een beetje gek dat ik op de warmste dag een warme onesie kocht. Na het eten hadden we nog even warme chocolademelk gedronken. En nu ben ik eigenlijk best wel moe. Terwijl het is nog geen eens 9:15. Ik had nog even gechilled op de bank en nog wat YouTube video's gekeken. En zelfs nog een stukje geschreven. Ik heb dat toch nog gedaan vandaag. Gelukkig heb ik daar morgen ook nog een tijd voor. Dus dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om weer een vlog van mij te zien. Toch een beetje een andere kijk dan ja, wanneer ik gewoon een video of een DIY zeg maar plaats. Zo krijg je toch wat meer te weten over mij of te zien van mij. Ik hoop dat je het leuk vond. En als je het vooral niet leuk vindt, laat me dat vooral ook even weten. Ja, ik merk toch wel dat ik in vloggen, zeg maar, nog wel een beetje zoekende ben. Van wat is leuk, wat is niet leuk, hoe pak ik dat aan? En ook een beetje van, ja, wanneer pak je je camera erbij? Want ik vind het best wel een ding nog om in het openbaar zo, hallo, ik heb een camera. Maar laat me vooral weten wat je ervan vindt. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag weer terug bij een andere video. En dat is op een woensdag of een zondag. Want dan plaats ik weer een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!